Afgelopen week maakte Forbes bekend dat niet langer Mark Zuckerberg de jongste miljardair ter wereld was. Hij werd miljardair op het moment dat hij 23 was. Maar er is dus een nieuw persoon op de leeftijd van 21 jaar miljardair geworden. En in deze video gaan we kijken wie dit is en hoe die het voor elkaar heeft gekregen. Met welke producten of op welke manier. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, abonneer je dan op dit kanaal. En alle links en informatie die ik in deze video bespreek, kun je onder deze video terugvinden. Maar we gaan het dus nu hebben over de nieuwe miljardair, de jongste miljardair ter wereld. En degene die zelf voor heeft gezorgd dat ze miljardair is geworden. En dat is Kylie Jenner. En deze is waarschijnlijk bij jullie misschien wel bekend als een van de zussen van de Kardashians. De Kardashians zijn natuurlijk wereldwijd erg bekend vanwege hun reality shows en telkens in het nieuws vanwege allerhande dingen. Maar Kylie heeft ervoor kunnen zorgen dat ze eigenlijk gebruik heeft kunnen maken van deze bekendheid die ze hebben. Maar ze heeft zelf een vermogen op kunnen bouwen van 1 miljard. En dat is het belangrijkste van deze video, want we willen wel kijken naar mensen die zelfstandig ervoor hebben gezorgd dat ze miljardair zijn geworden. Er zijn ook bijvoorbeeld 2 zussen in Noorwegen, geloof ik, is het. Ja, die vader heeft gewoon elke zus, of elke dochter in ieder geval van hem, $1,4 miljard gegeven. Maar Kylie Jenner heeft er zelf voor gezorgd dat ze inmiddels een vermogen heeft van $1 miljard. En in deze video gaan we kijken hoe ze dat heeft kunnen bereiken. Want hoewel ik helemaal niks met de Kardashians heb, of met Kylie Jenner specifiek, of eigenlijk al die mensen die op deze manier om aandacht vragen, kunnen we natuurlijk wel heel veel van leren. Want je zult zien dat ze eigenlijk gebruik maakt van social media. En dat is ook de manier waarop zij er vermogen heeft kunnen opbouwen. Het bedrijf wat ze is opgestart leeft eigenlijk helemaal op social media. En ze zegt zelf ook trouwens dat ze eigenlijk het gehele bedrijf bijna via de iPhone kan regelen. Nou, dat is natuurlijk heel erg interessant, want iedereen beschikt over een iPhone. Misschien wel niet over de 175 miljoen volgers die zij over verschillende platformen heeft. Zoals Instagram, Snapchat en Twitter. Maar we kunnen er toch wel iets van leren van wat is nou het bereik van dit soort netwerken. Of juist de potentie van dit soort netwerken als je via social media je klanten probeert te bereiken. Haar bereik en invloed op deze platformen is best wel groot. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar Snapchat. Zij is hier erg actief op. En ze heeft vorig jaar een keer aangekondigd van of eigenlijk een vraag gesteld aan de mensen die haar volgden van gebruiken jullie Snapchat nog wel of gebruik je het ook net zo weinig als ik? Nou, dat had behoorlijke invloed op de koers en zelfs Snapchat ging op die dag met $1,5 miljard onderuit op de beurs. Alleen waarschijnlijk gerelateerd aan haar tweet, omdat zij natuurlijk als 20-jarige op dat moment een enorme invloed en volgers heeft van dezelfde leeftijd een beetje als zij. En als zo iemand geen Snapchat gebruikt, zijn investeerders vaak bang van oh, dan doet de rest van de jeugd het ook niet. Nou, dat viel uiteindelijk wel mee, maar er zat toch wel behoorlijk wat schrik op de markt. En zoals gezegd, de beurswaarde ging met 1,5 miljard onderuit. Dus de invloed van haar is waarschijnlijk best wel groot op Snapchat. Ze is niet alleen op Snapchat aanwezig. Ze is natuurlijk ook op Instagram aanwezig. En ze heeft op dit moment daar 128 miljoen volgers. Begin vorig jaar had ze zelfs de meest gelikte foto op Instagram. Toen had ze 14 miljoen likes. Ja, inmiddels, de meeste van haar foto's zitten zeg maar tussen de 1 en 10 miljoen likes die ze gewoon krijgt op willekeurige foto's. Dus ook hier is haar invloed best wel behoorlijk. En als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het Vera Festival. Dus dat is dat festival wat in de Bahama's geloof ik was. Voor allemaal rijke mensen. En het zou helemaal geweldig worden. Het werd uiteindelijk een flop. Nou, als je gaat kijken, alleen daar al kreeg ze voor 1 post op Instagram $250.000. Dus op die manier kan ze al behoorlijk wat geld verdienen. Ze heeft natuurlijk bekendheid. Maar iedereen die met zoveel volgers zou hebben, kan dus geld verdienen via Instagram. En natuurlijk is het wel bekend, ook als je 10.000 of 50.000 volgers hebt, kun je behoorlijke bedragen vragen. Maar je ziet wel, als je misschien wel richting de 100 miljoen gaat, kun je gewoon $250.000 voor een post vragen, of misschien nog wel meer. En dat heeft dus ook Kylie Jenner enkele jaren geleden al ingezien. Zij zag gewoon de invloed die zij had via social media en het bereik vooral dat zij had. Natuurlijk heeft ze haar naam, naamsbekendheid kunnen opbouwen vanwege die reality shows van de Kardashians. Ze werd er eigenlijk vanaf jongs af aan langzaam ingegroeid. Uiteindelijk werd ze dus tijdens die jaren heen steeds bekender en mensen zagen haar opgroeien en waarschijnlijk zijn ze haar ook op die manier wel gaan volgen. Maar ze had dus in ieder geval zoveel mensen en ze was altijd heel erg geïnteresseerd in cosmetica. En toen dacht ze in 2015 van laat ik mijn eigen cosmetica bedrijf maar eens op gaan richten. En zo is dus Kylie Cosmetics in principe opgestart.
Kylie was zelf dus altijd heel erg bezig met cosmetica en lipstick in het specifieke geval eigenlijk. En dat was dus ook haar eerste product. Haar eerste product waren lipkits, zoals zij het noemde. En hier verkocht ze eigenlijk verschillende producten die bedoeld waren voor je lippen in ieder geval. En de prijs daarvan was $29, dus was best wel aantrekkelijk geprijsd. Voor de meeste van haar volgers, die natuurlijk ergens tussen de 12 en 20 zitten waarschijnlijk, kunnen best wel $29 betalen ergens voor, of als cadeau vragen, noem maar op. Dus je zag ook dat er een enorme vraag was. Ze zorgt er ook vaak voor dat, zeg maar, gelimiteerde oplages zijn, of in ieder geval de laatste voorkomen, waardoor mensen het gevoel hebben dat ze het nu direct moeten kopen zonder er al te lang over na te denken. En over een bedrag van $29 denk je waarschijnlijk ook niet zo lang na. Dus mensen gingen meteen bestellen. Dat zag je ook bij haar eerste product dus. $29 voor die lipkits. Dat was binnen een minuut uitverkocht. De website lag eigenlijk meteen plat en was eigenlijk best wel een groot succes direct. Ook de stijging in haar eerste jaar was gewoon, ze had waarschijnlijk toen al ergens in de 2 tot 300 miljoen euro omzet. En de laatste jaren is dit een beetje wat afgevlakt, maar ze hield wel deze groei er eigenlijk in zitten. En inmiddels is het dus doorgegroeid naar waarschijnlijk $360 miljoen omzet het afgelopen jaar. Deze omzet zorgt dan ook meteen voor een waardering, waardoor zij eigenlijk op $1 miljard wordt ingeschat. Want voor €900 miljoen waarderen ze het bedrijf van Kylie, Kylie Cosmetics, gebaseerd op die 360 miljoen. Nou, ze doen dan een paar keer een multiple vanwege de markt en de sector waarin ze aanwezig is, zeg maar. En vanuit die omzet komen ze dus op een waardering van €900 miljoen voor het bedrijf zelf. Nou, de overige 100 miljoen heeft Kylie al verdiend, waarschijnlijk vanwege Facebook of Instagram posts. En ook geld dat ze al eerder uit het bedrijf heeft getrokken de laatste jaren. Dus ze heeft al geld naar zichzelf overgemaakt. En op die manier komt ze dus uit op een waardering van $1 miljard die ze zelfstandig heeft verdiend eigenlijk. En natuurlijk is dit al een enorme prestatie op zich. Maar wat het nog steeds leuker maakt is eigenlijk wat ik in het begin zei. En waarom ik ook wel een beetje geïnteresseerd ben in dit onderwerp, terwijl ik helemaal niks met de Kardashians heb, is dat ze zegt van, ik doe het eigenlijk alles maar vanuit mijn telefoon. Vanuit mijn iPhone redelijk bijna alles. En als je dit bedrijf bekijkt met $360 miljoen omzet het afgelopen jaar, hebben ze eigenlijk maar 12 mensen in dienst. 7 daarvan zijn fulltime en 5 daarvan zijn zelfs parttime. Dus eigenlijk maar 7 mensen die continu met dit bedrijf bezig zijn op een omzet van $360 miljoen. Dus het is best wel een knappe prestatie. En ze heeft ook best wel slim aangepakt, want ze zorgt er gewoon voor dat de dingen die ze goed in is, dat ze die zelf regelt. Dus ze heeft een bekende naam, ze heeft de volgers, ze zorgt voor producten die ze wel een beetje zelf ontwerpt. En die promoten ze dan aan haar volgers. Maar ze doet bijvoorbeeld de productie niet zelf. Deze heeft ze uitbesteed aan Seed Beauty. Dat is natuurlijk al heel slim, want dan kan zij zich gewoon richten op de dingen waar ze goed in is. En Seed Beauty is bezig met producten maken en regelt gewoon eigenlijk alles voor haar. En ook het online gebeuren, de verkoop, regelt ze gewoon via Shopify. Ook weer iets wat je via je telefoon waarschijnlijk kunt doen. En op die manier zie je wel dat je eigenlijk heel weinig nodig hebt. Zoals zij zegt, alles via de iPhone. Ja, misschien heb je een camera nodig of een laptop en een werktafel thuis waar je een beetje in kan rommelen, zeg maar. Maar eigenlijk komt het wat neer dat social media voor haar in principe het belangrijkste is. Op die manier heeft ze dus het bereik bij elkaar gekregen van 175 miljoen. Dat is natuurlijk al heel erg overdreven. Maar stel je eigenlijk eens voor dat jij eens 100.000 mensen zou kunnen bereiken. Of misschien wel 10.000. Welke dingen zou jij dan kunnen doen? Nou, zijn vast wel mensen altijd die jou volgen en die bereid zijn ergens voor te betalen. Is misschien een cosmetica setje in dit geval. Misschien schrijf je een e-book. Misschien maak je een videocourse, noem het maar op. Er zijn eigenlijk altijd wel mensen bereid om te betalen voor de kennis of dingen die jij hebt of die jij maakt. En dat zie je natuurlijk ook veel vaker terug bij de jeugd. Veel meer mensen zijn, denk ik, actief ten eerste om te kijken op YouTube of met social media. Maar volgens mij heb ik ook steeds meer kinderen die denken van, wat wil je later worden? Ja, ik word YouTuber, want die zien mensen als Enzo Knol bijvoorbeeld. Die zien dat daar geld mee te verdienen valt met dingen die ze leuk vinden. Dus er zit zeker wel een toekomst in. Zeker als je dan YouTube uitbreidt met merchandise in dat geval, t-shirts, patches, of misschien wat inhoudelijker zoals ik zei. Misschien ga je boeken schrijven. Ik zou bijvoorbeeld op dit kanaal eerder een online course of een boek schrijven, omdat ik ervaring en kennis die ik heb op die manier wil delen. Ik heb weinig met t-shirts verkopen, maar misschien zitten jullie daar wel op te wachten, dan laat het maar weten. Maar in ieder geval, er zijn verschillende mogelijkheden, maar alles komt erop neer dat een groot gedeelte ervan, en steeds meer mensen denk ik wel, via social media, en YouTube is daar ook een vorm van, geld kunnen verdienen en best wel een groot bereik kunnen hebben. En zelfs met een klein bereik, zeker als je echt een niche uitkiest, een sector waar je specifiek op richt. In mijn geval is dat passief inkomen of een beetje beleggen. Maar er zijn natuurlijk wel mensen altijd bereid om daar, zoals ik al zei, geld aan uit te geven. Misschien in de vorm van een boek of een online course of een t-shirt. Weet ik wat het allemaal kan zijn. En zo zie je maar ook met een kleine aantal volgers zou je dus geld kunnen verdienen. Ja, mocht je nou kunnen bereiken dat je
100 of 200 miljoen volgers hebt, dan zijn de bedragen natuurlijk al enorm. Maar het gaat er gewoon om dat je eigenlijk niet altijd maar moet richten op je fulltime job, op je studie. Maar kijk eens of je er iets langs kan doen. Juist als je misschien een baan hebt met 38 uur of minder, probeer eens een paar uur lang in de week ergens aan te werken, zoals een YouTube kanaal en een aantal volgers op te bouwen, dat je invloed krijgt op die manier. En dan in principe een soort van side business, een beetje bijverdiensten te krijgen en kijk eens wat de potentie daarvan is. Je zult waarschijnlijk geen miljard verdienen zoals Kylie Jenner, maar je kunt er zeker wel een mooi inkomen aan overhouden. En dat is eigenlijk ook waar ik deze video mee af wil sluiten. Neem Kylie Jenner als voorbeeld, ook al heb je helemaal niks met haar, dat heb ik ook, zoals ik al eerder heb gezegd. Maar natuurlijk, wat zij heeft bereikt en hoe zij het heeft bereikt, is natuurlijk wel heel erg interessant om je daarin te gaan verdiepen. Het motiveert in ieder geval om zelf ook daarna te gaan kijken. Dus ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten onder deze video. Ten eerste, wat vind je van het succes van Kylie Jenner? Of heb je misschien zelf ideeën waar je aan wil werken? Heeft deze video bijvoorbeeld je geholpen om gemotiveerd te raken om verder te gaan? Nou, als dat allemaal zo is, laat het dus weten onder deze video. Ben je nog geen abonnee op dit kanaal? Zoals ik zeg, maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je op dit kanaal. Allemaal video's die in ieder geval moeten zorgen dat je later ook vermogen op kunt bouwen, zodat je minder hoeft te werken voor je geld, maar gewoon dingen doet die je leuk vindt. En dan sluit ik hiermee deze video af. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag in de volgende video weer terug.